Hier ben ik weer, Jok, en een gelukkig nieuwjaar allemaal. Tof hoor, hier in het Mediacentrum. En ik geef jullie straks wel een rondleiding. Dit keer laten we jullie een oud en nieuw uitzending van Junior zien. En dat betekent dat we leuke items uit 2016 herhalen en voor het kindernieuws de leukste nieuwe onderwerpen laten zien. Hier liggen altijd de camera's, kids, zie je dat? En nu zijn er al eentje aan het werk, denk ik. Nou, ik ga eens eventjes verder kijken hoor. Deze ruimte hier is een foto- en filmstudio en wordt regelmatig daarvoor gebruikt. In juni vorig jaar ging ik naar de brandblusboot van de brandweerkids en dat was superleuk. We herhalen nu dit filmpje voor jullie en ik hoop dat er bij oudjaar geen grote brand is geweest hier in Dordt. Zou er hier ook een branduitgang zijn hier? Wat denken jullie? Ik geloof dat ik eerst maar even ga klimmen hier hoor. Oh, ik zit vast. Nou, er komt vast de brandweer. Hallo kids, hier ben ik weer. Jok, met dit keer een supergaaf beroep van de maand. Ik sta hier voor de brandweerblusboot achter mij en ga de kapitein wat vragen stellen over zijn beroep. Spannend, hè? Nou, eens kijken of die al aan boord is. Kijk eens even, er zijn er al een heleboel aan boord. Hallo kapitein, ik ben Jok van Junior Kids TV en ben erg nieuwsgierig naar uw beroep. Ik mocht u toch wat vragen stellen, hè? Natuurlijk Jok, welkom hier op de blusboot. Leuk dat je er bent. Ja, tof. En wat wil je eigenlijk allemaal weten? Hoe lang bent u al kapitein van deze brandweerblusboot? Jok, dat is wel erg lang hoor. Dat is al 20 jaar ben ik zo kapitein op deze boot. Dat is zeker lang. En hoe is het gekomen dat u dit beroep ging doen? Ja, dat is eigenlijk wel heel apart, want ik wilde vroeger helemaal geen brandweerman worden. Als je zo ziet, zie je hier allemaal bootjes varen. Nou, ik wilde eigenlijk kapitein worden op zo'n grote boot die hier overal vaart. En wat gebeurde er? Ik was kapitein en toen zag ik ineens die blusboot en toen dacht ik van dat is leuk. En toen heb ik gesolliciteerd bij de brandweer en ben ik aangenomen en ben ik kapitein op deze blusboot geworden. Wat tof zeg. Wat vindt u nou zo leuk aan dit spannende beroep? Het is eigenlijk nooit geen ene dag hetzelfde. Ik ben kapitein op deze boot. Maar ja, ik ben ook eigenlijk brandweerman in de stad. Moet ik mensen redden die in brandende huizen zitten? Of moeten mensen helpen die vastzitten in een lift? Of die vastzitten in de auto? Ook dat hoort bij de brandweer. Wat voor branden kan deze blusboot blussen? Natuurlijk scheepsbranden, dus als er een schip in de brand is, die kunnen wij blussen. Maar ja, als je zo kijkt, zie je ook allemaal kantoren hier hè? Ja. Aan de waterkant. Nou, die kunnen we ook blussen vanaf het water. En het voordeel is, we hebben heel veel water. Ja, dat zie ik. Met hoeveel brandweermannen op deze boot wordt er dan een brand geblust? Ja, dat is ook eigenlijk best wel veel, met 7 mensen. Zo, dat zijn er aardig wat zeg. Vaart deze boot alleen rond het eiland van Dordt of soms ook nog verder weg? Ons gebied is Zuid-Holland-Zuid, de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. En dat is eigenlijk het eiland van Dordt. Maar ja, het gaat helemaal tot aan de Moerdijk. De Moerdijk bij het Hollandsdiep. En we gaan naar Rotterdam en we gaan naar Gorinchem, naar Vianen. Zo. Dus het is eigenlijk best wel een heel groot gebied. Ja, zeker weten. Heeft u wel eens iets spannends meegemaakt? En wat was dat dan? Een keer een hele grote brand in de Moerdijk. Dat hebben we misschien in ieder geval. Heel veel mensen hebben dat wel gehoord. Ja, dat, in de krant gestaan. En in de krant gestaan dat er een hele grote chemisch bedrijf in de brand stond. En ja, dat was wel heel erg wel groot. Zoals op de duur zagen we water van 200 liter zagen we de lucht ingaan en die explodeerde. Dat was best wel heel erg spannend. Ja, dat is zeker spannend zeg.
Kunt u de kids thuis en mij eens laten zien wat er allemaal op deze boot te zien is? Tuurlijk, Jok. Dat wil ik zeker laten zien. Als je het wilt, dan loop je met me mee. Ja, tuurlijk. Wij zijn nieuwsgierige kids. Dan gaan we een rondje kijken. Lopen. Oké. Okay. En wat is dit nou allemaal, kapitein? Nou, Jok, dit zijn de slangen. Dit is eigenlijk de magazijn van de blusboot. Okay. Hier hebben we alle slangen leggen als we dan brand hebben. Dan kunnen we de slangen aan elkaar koppelen. En dan kunnen we ver weg kunnen we blussen. Nou, dat zijn er best veel, zeg. Ja. En dat kunnen we dan met slangen doen. Maar als je naar buiten gaat, hebben we ook nog kanonnen. Die hebben vast spannend. Op de boot staan. En wat zijn dit nou allemaal voor dingen, kapitein? Nou, kijk, als er nou brand is, dan heb je ook heel veel rook. En om in de rook te kunnen lopen, Jok, dan moet je eigenlijk een helm toestel op. En je moet een masker op. Kijk dan zo'n masker. Heb je er al door de masker heen gekeken? Kiekeboel. Kijk, daar kan je een masker op. Maar ja, die hangt natuurlijk helemaal nergens aan. Jeetje. Je kan ook nog een helm op. Ja, die is wel erg groot voor mij, hoor. Ja, nou, dat weet ik niet. Maar voor jullie niet. Helm op. Moet jij hem ook even op, Jok? Nou, eventjes dan. Kijk, oh. Doei. Doei. Dag, Jok. Doe maar snel weer af, hè. Veel te warm, hoor. Zo, ja, vind ik ook. Nou, gaan we mee kijken, zullen we naar buiten kijken? Oké. Okay. En waar is dat kanon nou, kapitein? Nou, Jok, moet daar eens bovenop kijken. Kijk eens, daar staat een heel groot kanon. En dan kunnen we 40.000 liter kunnen we daarmee pompen. En dan die is zeker groot. Waterstraal. En die kan ik bedienen met de afstandsbediening. Dus ja, tof. Als het brand is, kan ik er natuurlijk niet in staan. Dan kan ik van binnen vandaan, kan ik hem maar besturen. Super zeg. Ja, hey. Nou. Jo, zullen we nu naar de machinekamer gaan? Oh, spannend. Zullen we daar gaan kijken naar de motoren? Ja hoor. Nou, dan gaan we snel. En dit is nou de motorkamer, kapitein? Ja, dat noemen we eigenlijk de machinekamer. Oh. Dit is de machinekamer en hier staan twee motoren en daar kunnen we heel hard mee varen. Nou, die zien er wel erg groot uit, hoor. Ja, precies. En deze boot die kan wel 40 kilometer per uur op het water. Zo, dat is erg hard. Dus... Maar ja, dat moet toch als het een noodgeval is, hè? Ja, want als er namelijk ergens brand is of iemand is ergens in nood, dan moeten we wel heel snel ter plaatse kunnen komen. Want super. We kunnen natuurlijk niet zorgen dat de mensen heel lang moeten wachten. Nee, tuurlijk niet. Nou, zeg, super hoor. Ja, spectaculair hier, hè? En die moeten je allemaal poetsen en bijhouden? Die moeten we allemaal poetsen en bijhouden. Het glimt allemaal nog hard, hè? Ja. Weet je hoe dat komt? Nou. Ja, die boot is eigenlijk nog maar 1,5 jaar oud. Oké. Een hele nieuwe boot. Daar moeten we er ook wel erg zuinig mee zijn, hè? Ja, tuurlijk. Dus. Ik vind hem erg mooi, hoor. Nou, hij is ook heel mooi, hoor. Wij zijn er ook trots op, hoor. Ja, ik vind het super, hoor. Gaan we verder kijken? Zullen we nou naar de stuurhut? Ja, oké. Oké. Nou, volgen, hè? Ja. Wauw, wat een super ruimte is dit, zeg. Dat is een mooie ruimte, hè, Jok. Kijk eens wat ik hier allemaal heb. Kijk, hier heb ik allemaal bedienapparaten waar ik dus mee kan varen. Dat is de kaart van de regio. Daar heb ik de meters van de machinekamer, van de motoren die je net gezien hebt. En ik heb daar camerabeelden van. Daar zie ik mensen op het dek lopen. Super. En daar heb ik twee van de machinekamer. Nou, en dit is allemaal om het schip te kunnen varen. Nou, geweldig zeg. Dat is een mooi apparaat, hè? Super hoor. Dus dat is nog eens leuk om dat als beroep te hebben, hè? Zeker weten. Dus, gaan we nu starten? Ja, want ik zie dat die jongens al een zwemvest aantrekken. Want dat moet buiten, want anders dan verdrinken ze als ze het water vallen. Dus dan geef ik nou opdracht dat we gaan varen. Ja, jongens, super. Gooi maar los, hoor. Kapitein, hij gaat los. Trossen los. Nou, daar gaan we, hoor. Jok, we gaan nu die kant op, hè. We zijn losgegooid en dan gaan we nu naar buiten van de haven. Oké, ik hoef geen zwemvest. Nee, we zitten binnen, hè. Ja, maar je mag niet naar buiten toe gaan, hè. Nee, ik blijf hier hoor, kijken. Nee, want anders moet ik een zwemvest voor je gaan zoeken. Nee, dat hoeft niet hoor. Heb je wel je zwemband meegenomen? Nou, die ben ik vergeten. Je zwembandjes. Oh, dat is niet slim. Of heb je al zwemdiploma's? Nee, want ik ben een paar keer al buitenboord gevallen. Oh, dat moeten we niet hebben hoor. Nee, zeker niet. Ik moet wel opletten hoor, want kijk eens, daar zie ik allemaal schepen varen en zo. Kijk, ze doen al helemaal de rivier afschermen. Ja, ik zie het. Maar ze moeten nou toch wel een beetje opzij gaan voor ons, hè? Ja. Wat is die nou aan het doen, kapitein? Is die aan het keren? Die is aan het keren. Hij is denk ik de verkeerde haven ingevaren. Oh jeetje. Heb je dan een toeter om te toeteren? Ik heb een toeter op de toeter. Wil je hem een keer horen? Ja, dat wil ik wel horen. Oh, nou, dan moet ik hem eventjes opzoeken, hoor. Oh, mag eigenlijk niet, hoor. Nou, nu weet hij dat hij opzij moet gaan. Nou, maar dat weet hij toch wel. Oké. Okay. Kapitein, wat is daar aan de hand? Nou, ik denk dat er een schip aan het rondvaren is. Okay. Met een auto op zijn dak, zie je dat? Moet niet te hoog spuiten, dan we die boot eraf spuiten hier. Ga ik een beetje... Hoppa, daar gaat zo. Die. Even wachten met de optoeren, Jelly. Thank you.
Wauw, wat een gaaf beroep is dit, zegt Kits. Best ook spannend hoor. Bedankt kapitein voor dit gesprek en de rondleiding op deze superboot. En tot ziens, hè. Jo, ook tot ziens. Ik vond het leuk dat je er was. En ik zou zeggen, ga nog een keertje mee. Ja, ik vond het ook tof hoor. Nou. Tot ziens dus, hè. Tot ziens. Doei. Doei. Oh jeetje, we kregen nou dezelfde straal weer op ons. Oh, we worden nat gespoten. Hier in deze keuken kunnen alle mediamedewerkers heerlijk lunchen elke dag. En soms kan je hier ook heerlijke repen mars eten hoor. We halen dan ook nu planeet Mars met Harry van Sterrenwacht Mercurius. Die Mees vorig jaar erover vertelde. En ons nu ook weer een keer het laat zien. Zou er hier nou ook een marsreep liggen? Eens even kijken hoor. Ik zie er geen een. Nou, misschien in een kastje. Hallo allemaal jongens en meisjes, leuk dat jullie kijken. Ik ben vandaag hier weer in de Sterrenwacht en vandaag gaan we het hebben over een nieuwe planeet. Over de planeet Mars en ik ben op zoek naar Harry, want die gaat mij daar meer over vertellen. Hey Harry. Hey Mees. Zo. Hoe is het met je? Ja, goed. Ja, alles goed? Ja, zeker. Kinderen er ook weer bij? Ja. Oké. Hey, wat is dit hier nou? Is dit nou Mars? Als die net zo lekker is als een Mars, oké, maar... Nou, Mars, ik zou er geen hapje uitnemen, al lijkt het hier wel op hè, dat iemand zijn tanden erin heeft gezet. Ja. Maar het is een hoop zand, dus dat is niet zo lekker. Ah nee, dat is niet fijn in je mond. Beetje tanden knarsen. Nee, dit is Mars. Ja, mooie rode planeet hè. Elke planeet heeft zijn eigen verhaal en dan gaan we het nu ook over Mars vertellen. Het is de planeet van de mannen. Ja, Venus van de vrouwen, Mars van de mannen. Ja, dat kan natuurlijk niet, want je zag net zijn schaduw wel op Mars. Dan heb je eerst een Marsmannetje. Ja, zie je, daar is hij weer. Maar voorlopig kunnen we daar nog niet op wonen, al heb ik wel een verrassing. Straks ga ik vertellen dat mensen daar toch naartoe gaan in de toekomst. Maar ik ga eerst een vraag stellen aan Mees. Mees, wat is het grootste ravijn wat jij kent op aarde? Het begint met de Grand. Oh, de Grand Canyon. De Grand Canyon, helemaal goed. Had het gelijk goed? Nou, niet gelijk. Maar de Grand Canyon is ongeveer zo groot. En dit is het grootste ravijn. 4500 kilometer lang. Jeetje. 600 kilometer breed. En soms een diepte van 7 kilometer. Dat is best veel, of niet? Zeker. Ja. Maar ik heb nog een verrassing. Want de hoogste berg staat ook op Mars. Jeetje, en hoe hoog is die wel niet dan? Die is 27 kilometer hoog. En hier zie je eigenlijk hoe Mars echt is. Want dit is natuurlijk een soort... Puisterkop. Ja, zoiets hè. Zo mag je het wel noemen. Maar je ziet toch ook wel hier dat mooie ravijn. En dit zijn echte foto's hè. En dan zie je hier, ik herken het een beetje inderdaad. Dat zijn trouwens vulkanen. Alleen ze doen het niet meer hoor. Dat zijn schildvulkanen. En schildvulkanen die doen eigenlijk alles netjes laten lopen. Daar heb ik hier een dia van. Hier heb je hem. Zie je dat? Dit is de hoogste berg van ons zonnestelsel. En 27 kilometer hoog. 27 kilometer hoog. Ja, je had het net over die tanden in Mars zetten. Ja. Nou, je ziet hier heel veel zand. Je ziet hele mooie bergen achterin. Een hoop rotsen. En binnenkort gaan daar robots naartoe. Die gaan de eerste huizen zetten. Zodat de mensen daarin kunnen. Oh. Want wij zelf kunnen daar niet naartoe. Er is geen zuurstof nog. Dus dat moeten we allemaal zelf gaan maken en produceren. 1000 tot 1500 jaar voor één atmosfeer. Jeetje. Ja. Hey, dit is Star Wars. Star Wars. Hij is echt. Dus het is geen science fiction. Nee, dit is gewoon... Nee, kinderen, dit is een echt voertuig wat op Mars rijdt. En dat heet de Curiosity. En dit is een robot die kan bijna zelf denken. Want hij heeft een laboratorium aan boord. Je ziet hier een gat, heeft hij zelf geboord. Dit is trouwens een selfie. Ze hebben een stukje eraf gehaald van zijn arm. Zie je? Ja. Ja, dat is leuk. Hij is net zo groot als een auto. En dat rijdt daar lekker rond. En die wil kijken of er misschien stofjes in de grond zitten. Die aan kunnen geven dat er ooit leven is geweest op Mars. Oh. Hé. Hey. Wat is dit nou? Ja, mijn vrouw heeft er een verkeerde dia in gedaan. Een barbapapa of zo? Nee. Twee aardappels. Of niet? Nou, het zijn wel grote aardappels hoor, Mees, want
Deze is 22 kilometer en deze 13 kilometer in doorsnee. Dan heb je een aardig aardappelschillenmesje nodig. Kan je een leuk stampotje van maken, toch? Ja, een aardig aardappelschillenmesje, maar dat lukt niet, want het is van steen. Maar dit zijn twee maantjes van Mars. Phobos en Deimos, zo heten ze. In het Nederlands vertaald angst en vrees. Nou, voor die moet Mars maar uitkijken, want als er ooit mensen gaan wonen, gaat in de toekomst, valt die te pletteren op Mars. We hebben het net gehad over mensen op Mars. Nou, het is echt waar, de mensen gaan er echt naartoe binnenkort. En robots gaan dit allemaal al maken. En dan zie je wandelen. Gezellig. Ja. Ja, wat is gezellig. Zou jij er naartoe willen? Verschrikkelijk. Nee, dus. Voor geen miljoen. Nee, voor geen miljoen jaar, nee. Maar als dat eenmaal een nieuwe kolonie is, de kinderen die hier geboren worden, worden trouwens langer en dunner. Weet je waarom? Nee. Omdat je hier op Mars een derde weegt als hier op aarde. Dit zijn de woningen van de toekomstige astronauten. Oh. Het is zo dat... Ja, maar dan weet je toch niet goed als je daar gaat wonen? Nou ja, waarom niet? Een hoop mensen, we zijn pioniers. Maar als ze dan heimwee hebben, dan... Ze kunnen dan toch eigenlijk nooit meer terug? Nee, ze kunnen nooit meer terug. Nee, ze blijven daar altijd, de rest van hun leven. Nou, hier zie je nog eventueel met een voertuig. Die zijn ze aan het maken. Dat is allemaal al op papier en getest. Ja. En die testen, die hebben zo'n voertuig laten maken. En helemaal goed. En daar kunnen ze mee rijden dan op Mars. Over 1000, 2000 jaar, dan krijgen we zo'n bol. Een mooie atmosfeer, net als de aarde. Ook dat kleine centimetertje wat om de aarde heen zit, ja, wat onze atmosfeer is. Dat hebben we echt nodig. En hier hebben ze dat ook geprobeerd. Een hoop water weer. Eigenlijk is dit de atmosfeer zoals die vroeger was op Mars. En dat weten ze. Dat is een tijd geleden hoor, maar die willen ze weer terugbrengen. Dus vroeger kon je ook wel leven? Ja, vroeger, dat heb ik het over een paar miljard jaar geleden. Jeetje. Ja, dat is een tijd geleden hè. Maar zijn oude atmosfeer is die kwijtgeraakt en die willen ze eigenlijk weer terugbrengen. Nou, Mees, dit was de planeet Mars. Ik hoop dat je er wat van geleerd hebt. Zeker, ik weet nu dat Mars toch meer is dan dat pakje chocolade met die rode letters. Ja, het had ook Twix kunnen worden of reden. Maar ja, dat is niet geworden. Het is Mars geworden. Hier zitten meestal radiomedewerkers, want dit is de radiostudio Kids. En hier worden natuurlijk verschillende muziekjes opgezocht. Nou, ik wil natuurlijk ook de nieuwste onderwerpen van het kindernieuws jullie laten zien. En ik ben benieuwd wat er allemaal nu gebeurd is in Dordt. Ik ben echt nieuwsgierig. Dus start maar met het kindernieuws. En ik start hier even. Nee, ik wil gewoon even luisteren naar wat muziekjes hoor. Oeh, jeetje. Ik gooi weer wat op de grond. De komende maanden staan in het teken van ode aan de synode. Ook Dordtse kinderen doen er vrolijk aan mee. Dinsdag werden zij op het Statenplein aangesproken door de hoofdrolspelers van de film Sanne Synode. Nou, de vragen komen ook voor in de film. En het zijn vragen zoals wat is geloof en dat soort dingen. Maar ja, ja. En lukt het ook een beetje met vragen stellen? Krijg je goede antwoorden? Ja, wat we wel merken is dat ze vaak echt even nadenken moeten denken. Alleen dan weten ze het wel en dan, ja, er komen wel goede antwoorden uit. De animatiefilm Sanne Synode is gemaakt voor alle Dordtse kinderen, zodat ook zij begrijpen wat die vergadering 400 jaar geleden inhield. De film wordt onder andere op basisscholen vertoond. Sanne Synode is, gaat over een meisje en ze moet een kijkdoos maken voor geschiedenis. En die gaat over de Dordtse Synode en ze is plaatjes aan het uitknippen. En op een gegeven moment komt zo'n plaatje tot leven. En dat ben ik. Dat is Simon. En die gaat Sanne uitleggen over de Dordtse Synode. Hoe voelt het om mijn hoofdrol te spelen in een film? Nou, eigenlijk merk ik dat niet echt. Omdat de meeste rollen die zijn animatie. En in dit geval word ik alleen gefilmd. Dus ja, en op het toneel bijvoorbeeld, dan ben je met een paar mensen aan het spelen. En dan
ben je gewoon wat meer een hoofdrol. En in deze film is dat dus minder. Gewoon... Ja, ik vind het wel vet hoor. Het is dat is heel veel tekst. En ja, het was ook best wel veelzijdig, vond ik zelf. De film gaat 23 januari officieel in première en is een onderdeel van de Kindersynode. Een project waarbij kinderen van 8 tot 12 jaar discussiëren over nieuwe leefregels. Net zoals geleerden 400 jaar geleden deden. Voor de kerstvakantie kun je nog aanmelden voor de Kindersynode. En dan behandelen we ook de vragen die we vandaag hebben gesteld. Aanmelden voor de Kindersynode kan via kindersynode@onderwijsmuseum.nl. Basisschoolleerlingen maten woensdag weer hun krachten tijdens een potje schaak in de Detel Sporthal. Het is zeg maar, je hebt een aantal stukken. Ja, elke stuk heeft een bepaalde waarde en dan moet je proberen te zorgen dat een van de stukken van je tegenstander niet meer kan bewegen. En dan moet je... Dit is dan een koning en dit moet moet je dan zijn koning matten zetten. En de koning kan één stapje. Maar bijvoorbeeld hier, deze dekt deze en deze. Dus hier kan hij niet heen. Maar hij staat ook schaak omdat hij aangevallen staat. Maar hij kan hem ook niet slaan omdat hij dan weer gedekt staat. Dus dan is het een mat en dan heb je gewonnen. En dat moet je dus proberen. Ja, en kan je dat een beetje... Ja, we hebben net een toernooi gewonnen. Dordsport organiseert voor de gemeente een heleboel schoolsporten. Ja, dit is volgens mij gewoon georganiseerd om de kinderen kennis te laten maken met schaken of om ook met elkaar te spelen. Het schaaktoernooi was voor kinderen van de groepen 3 tot en met 8. En deden er zo'n 70 aan mee. Nou, we hebben vandaag ook, los van gewoon zeg maar het schaken tegen elkaar over het bord, hebben we ook online schaken gedaan. We hadden een laptop meegenomen, die stond op een groot scherm aangesloten. En de kinderen hebben tussen de partijen door ook achter de computer tegen willekeurige tegenstanders op internet gespeeld. Je ziet dat schaken eigenlijk gewoon een game is die zich vertaalt naar internet, net zoals andere games, maar ook tegen elkaar met een bord ertussen. Het Sinterklaashuis aan het Steegover Sloot heeft inmiddels al duizenden bezoekers mogen begroeten. De Piet? Ja? Wat gebeurt er hier nou allemaal? Kinderen zijn lekker aan het spelen, aan het gimmen en trucjes aan het doen. Waarom moet dat? Zodat ze lekker hun energie kwijt kunnen. Dat ze een beetje rustig naar de volgende ruimtes toe gaan. Dat is wel verstandig. Wat kan je Sinterklaas vragen? Niks. Waarom niet? Alleen om... Hoe vergeet je dat? Ik wil wel een hele zak chips. Die kan ik echt in mijn schoen krijgen. Een zak chips in je schoen? Ja. En je hebt hier speculaas en dingen. Vind je niet lekker? Chips nog lekker. We mogen voor de laatste keer hierheen, dus dat is wel jammer. Waarom voor de laatste keer? In groep 5 mag je niet meer. Nee? Terwijl je nog wel zo willen? Ja. Dat is jammer. Want je bent niet voor de eerste keer hier. Nee, ik ben vorig... ik ben vorig jaar ook geweest. En was het dan ook zo leuk? Ja, en dit jaar ben ik ook geweest. Dat is de tweede keer dit jaar? Volgens mij wel, want in groep 3 zijn we ook geweest. Oké. Hey, wat heb je daar? Mijn poetsdiploma. En waarom heb je die gehad? Omdat ik de beers de aapse tanden heb gepoetst. Een aapse tanden gepoetst? Ja. Hoe doe je dat in de dierentuin? Nee, hier in Piet thuis. Zeg, Zwarte Piet, vindt die aap dat wel lekker de hele dag? Ja hoor, die aap vindt dat heel leuk.
Die aap weet niet hoe hij zelf zijn tanden moet poetsen. Dus gaan we allemaal zelf laten zien hoe de kinderen hun tanden poetsen. Maar de hele dag door? Ja, moet goed leren. Dan had ik wel hele schone tanden er dan over. Ja, dat wel. Maar ja, de aap vindt dat heel leuk. En alle kinderen kunnen dan Sint en zijn Pieten zien. Hé, hey, wat heb je allemaal gezien vandaag? Alles! Ja, wat is alles? Nou, ik had Sinterklaas gezien. Ik mocht op de foto bij Sinterklaas. En ik mocht de staf vasthouden een paar keer. En ik mocht zelfs de tanden poetsen. De aap of de hond. En dat was superleuk. Ja? Ja. Wat is er nou zo leuk aan? Eigenlijk... Alles. Ja, alles. Maar ik ben wel een keertje hier bij Sinterklaas hier zo geweest. Toen was ik nog maar 7 en toen zat ik in groep 3 en toen vond ik leuk dat we hier naartoe waren. En nu ben ik hier eindelijk voor de 2e keer. En nou is het nog leuker. Ja. Eén. Zo. 2. Knip maar. Yo. Op het leerpark werd woensdagmiddag een speeltoestel geopend door wethouder Peter Heiko. Deze draagt bij aan de ontwikkeling van de nieuwe wijk. En je ziet het is vandaag heel vies weer en koud, maar de schommels zijn goed bezet. En er is echt behoefte aan en dit wordt een prachtige buurt, prachtige wijk. Op de achtergrond zie je hele mooie woningen staan en er komen nog vele tientallen woningen bij. Er worden ook mooie appartementen gerealiseerd. En daar horen ook voorzieningen bij, zoals een speelplaats zoals achter mij. Ja, er komen hier heel veel kinderen wonen. Dat viel mij al op 1,5 jaar geleden toen ik hier de eerste palen mocht slaan. Toen waren er al heel veel stellen en ook vaak zwanger of met kleine kinderen. Dit is een hele leuke, kindervriendelijke wijk. Kerstpakket aan het maken voor de mensen die niet genoeg geld hebben om eten voor hen te kopen, zodat we hun een fijne kerst kunnen wensen. Waarom doen jullie dat? Nou, we doen het voor de voedselbank en we willen iedereen een fijne kerst wensen, want kerst staat een beetje om het teken dat we allemaal samen zijn. En zo maken we iedereen wel gelukkig. Aldus de leerlingen van groep 7 van school Muring aan de Vriezenweg. Wat zijn jullie nou aan het doen? We zijn kerstpakketten aan het maken. Voor wie? Voor mensen die geen geld hebben om eten te kopen. Wat zit er allemaal in? Er zit rijst en macaroni en kerstkransjes, soep en van alles. Appelmoes. Is dat genoeg voor iemand? Ja, dat is wel genoeg misschien. Het is wel genoeg om een fijne kerst te hebben. Want hoe weten jullie dat mensen dit willen hebben? Daar is eigenlijk onderzoek naar gedaan. En ze zijn dat mensen hier het meest behoefte aan hebben, kerst. Doen jullie er nou ook nog wat extra's in? Ja, we doen nog... we doen nog een kerstkaart bij ook. Waarom doen jullie dit? Nou, omdat wij als school graag iets willen doen voor andere mensen. En ik hoop eigenlijk dat we nu dat dit een start is van een traditie en dat we dit elk jaar kunnen gaan doen. Wat mij betreft. Ik vind het heel leuk. Wij wensen jullie een fijne kerst en veel plezier met de pakketten. Goed zo. Yeah.
Hier staan de auto's van RTV Dordrecht altijd geparkeerd. En dan staan ze dus ook nog gelukkig altijd droog. Helaas zijn we nu weer aan het eind van ons programma gekomen, kijkers. En de volgende keer zijn we er natuurlijk weer. Tot dan. Doei. Nou, ik reis altijd mee met deze auto. Nou, ik zie niemand aan het stuur zitten. Even kijken of er iemand is.